Dag lieve mensen, daar zijn we weer. Voor degenen die nieuw zijn, welkom. Mijn naam is Rianne van Rietjes Budget. En vandaag even een bonus video. Wat ik wil gaan doen met jullie is laten zien wat nieuwe spaarchallenges heb. Via Fleur van Budget en Fleur, verrassingen. Dus jullie weten, ben ik groot fan van haar leuke challenges die ze heeft. En ja, ik wil jullie even laten zien wat ik heb. Ik wil beginnen met deze meubels challenge. Zoals jullie weten spaar ik voor meubels, voor een inboedel. Grotendeels is oud gros dat ik bij elkaar heb gespaard. En ik vind het toch echt tijd dat ik iets nieuws kan doen. Maar ik heb ook zoiets, meubels gaan niet het hele leven mee. Dus ik vind het ook belangrijk om hiervoor door te kunnen sparen. Want mocht mijn bank een keertje doorzakken, want dat gaat heus zo een keer gebeuren. Of mocht ik wat anders willen in huis, dat ik het gewoon gespaard heb. Dus ja, deze ga ik even mijn spaartjes bijpakken die ik nu heb. Dat is deze. Moet ik het er wel even netjes uitzien te krijgen. Want ik heb nu momenteel deze trekkers. Dus ik vind ze super leuk, maar toch wil ik even verandering. Want ik ben gewoon echt fan van dit soort challenges. Want elk rondje is bij mij 10 euro waard. Bij een volle kaart heb je 1000 euro gespaard. En als je een volle kaart hebt, dan kan je één zo'n grote ondertekenen of inkleuren. En dan kan je weer opnieuw beginnen met sparen. Dus als je 10 van deze grote rondjes voelt, dan heb je gewoon 10.000 euro gespaard. Maar je kan ook zeggen van nou, ik vind 10 euro veel te veel, ik doe er 5 euro in. Of 2 euro, 1 euro, 50 cent. Al doe je 5 cent. Dit is gewoon een hele leuke manier van sparen. En daar heb ik er al meerdere van. Even spieken. Zoals de hypotheek aflossen, wat ik natuurlijk heel belangrijk vind. En mijn pensioen sparen. En niet te vergeten, de verwarming ombouw. Dus ja, ik heb natuurlijk ook nog de matras savings. Die zijn bijna klaar. Hoepsie. Maar in ieder geval, deze heb ik dus nu voor de meubelsavings. En deze zou ik even achter de camera, denk ik, omdoen. Alhoewel, ik heb 1000. Ik doe het gewoon. We doen het gewoon, lieve mensen. Dit is een 1000-tje. Dus dat is hieronder. Want dat is 1000 euro waard. En dan heb ik nog, even spieken, 200, 300, 450, 470. Dus 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dus ik mag dit gedeelte zo meteen allemaal gaan inkleuren. Dan is je alweer bijna half vol. Maar dat gedeelte ga ik dus wel even straks achter de camera verder doen. Dat is deze. Gezellige meubelchallenge. En wat heb ik nog meer? Ik heb ook een noodpotje gedaan. Ik heb sowieso een online potje. Hier komt iedere maand online standaard geld op te staan. Want ik vind het gewoon fijn om iets achter de hand te hebben. Mocht het verkeerd gaan. Of mocht ik mijn baan verliezen. Of onverwachte kosten krijgen. Waarvan ik denk van ouchie, dat heb ik niet. Dan heb ik er in ieder geval voor gespaard. Op het moment heb ik precies 500 euro erop staan. Deze blijf ik ook gewoon alleen online doen. En op deze ga ik achter de camera even verder doen. Dat komt zo meteen heel netjes. En als laatste heb ik de 50 euro challenge. Zoals jullie weten spaar ik graag een briefgeld ook. Ik heb momenteel al die van de 5 euro. De 10 euro. Oepsie. En de 20 euro. En ik heb een Fleur gevraagd of ze ook de 50 euro kan doen. Deze ga ik pas vanaf volgend jaar gebruiken. Want ik wil volgend jaar even iets anders gaan aanpakken. Maar dat gaan jullie volgend jaar zien. Want ik moet zelf nog
helemaal gaan uitwerken. En het wordt één grote verrassing. Zowel voor jullie als voor mij. Want ik ben er nog niet helemaal uit. Maar ze heeft dan deze honinggraat challenge, om maar even zo te noemen. Heeft ze ook andere. Laat ze ook gewoon gelijk even zien. Ze heeft hier de kleingeld, de euro's en de 2 euro challenge heeft ze ook hiervan. Ze zijn gewoon hartstikke leuk om mee te sparen. Dus daar ben ik heel blij mee. De reden dat ik dit laat zien is omdat Fleur een hele leuke kortingsactie heeft. Het is alleen komende week geldig tot en met zondag 29 september. Je kunt op haar gehele assortiment 10% korting krijgen. Echt superleuk. Maar dat krijgen jullie alleen met het codewoord RietjesBudget10. En dan kan je gewoon uit hele leuke dingen kiezen. Ik zou het jullie even laten zien. Ik heb bijvoorbeeld hier de fiets challenge of eigenlijk accu challenge. Dat ik gewoon iedere week mezelf zakgeld geef of reisgeld geef. Zodat ik kan sparen voor een nieuwe accu. En zo heb ik ook de zero challenge. Deze is ook door haar gemaakt. Ook een hele bekende natuurlijk. En ze heeft ook de hele leuke 12 maanden challenge. Echt, je kan je lol niet op hier. Ze heeft zoveel leuke dingen. Dus op haar gehele bestaande assortiment krijg je dus 10% korting. Nogmaals, als alleen met kortingscode Rietjes. Of nee, Rietjesbudget 10. Gaat even lekker hier. In ieder geval, ik zou zeker even een kijkje nemen op haar Instagram. Ik laat hier eventjes ondertussen een screentje zien van hoe dat eruit ziet op haar Instagram. Ondertussen ga ik deze inkleuren. Dus 10% korting op haar bestaande assortiment. Kijk vooral even op haar Instagram. En hier kan je dus alles zien wat zij heeft. Zij heeft heel veel leuke challenges. En je kan eigenlijk kiezen wat je wil. Maar nogmaals, het is op een bestaande assortiment. Exclusief verzendkosten, daar krijg je geen korting op. Maar gewoon op deze hele leuke spa-challenges die ze heeft, kan je gewoon 10% korting krijgen. Dus mocht jullie interesse hebben, het kan dus tot zondag 29 september. En ja, ik hoop dat jullie er wat leuks tussen vinden. En dat jullie jezelf lekker kunnen trakteren op een mooie spa-challenge van Fleur. Dus dit is het eigenlijk. Ik ga deze nog even netjes inkleuren, het noodpotje. Daar heb ik 500 euro in. En ja, dat is het eigenlijk. Ik wil jullie een heel fijn weekend wensen. Maak er wat moois van. En ja, geniet ervan. Vooral nu het nog mooi weer is, toch? In ieder geval, heel veel liefs en tot de volgende. Doei doei!